Gisteren kreeg ik te horen, jij bent toch moeder Teresa niet? Moet jij nu werkelijk de wereld proberen redden en iedereen overtuigen? En nee, ik ben moeder Teresa niet. En ik heb ook de pretentie niet om iedereen te overtuigen. Laat staan dat ik de pretentie heb dat ik de wereld zou kunnen redden. De vraag is ook, moet de wereld gered worden? Wie moet er gered worden? Moet er iemand gered worden? En ben ik dan per se de persoon die mijn cape moet aandoen? Wear cape, get cape, wear cape, fly. Dus moet ik werkelijk gaan uitvliegen en de ene of de andere gaan redden? I guess not. Maar ik heb wel het gevoel dat ik iets moet doen met deze hele crisis. En dat zal je al gemerkt hebben. Enkel mij bezighouden met mezelf en in één klein kokonnetje leven en dan denken dat er in deze wereld, wat dat er in deze wereld buiten mijn kokonnetje gebeurt, dat ik mij daar niet mee moet moeien, dat dat geen effect heeft op mij, of als ik daar iets zou willen aan veranderen, dat dat toch niet kan, want ja, who am I? Dus dat is een wegsmijten van energie. Ik kan eerlijk gezegd niet zo leven in die cocon. Enkel op mijn gezinnetje, mijn hondjes, mijn man, enkel mijn businessje en mijn kleine wereldje. Ik kan dat niet. Ik zou dat misschien wel willen, maar ik kan dat niet. Zeker als ik zie dat er onrecht is in de wereld. En onrecht is natuurlijk van alle tijden. Alleen is het nu wat dichter bij huis gekomen afgelopen 2 jaar. En wat ik heel hard zie is discriminatie. En ik heb al jaar en dag heb ik een aantal waarden, principes zelf, die voor mij belangrijk zijn. En dat is onder andere rechtvaardigheid, respect, integriteit, liefde. Dat zijn zo'n aantal zaken die voor mij belangrijk zijn. En als ik merk dat met die waarden, dat die waarden met de voeten worden getreden, dan word ik daar lastig over. Ik leid bijvoorbeeld ook aan het riddersyndroom. En met de driehoek, je kent dat misschien wel. Ik moet hier oppassen dat ik hier geen duivelse bewegingen maak. Maar je kent het driehoek. De driehoek van de redder, het slachtoffer en de dader. En ik heb nogal vaak de neiging om de redder te spelen. Wanneer ik onrecht zie, om dan de redder te spelen. En het slachtoffer te behoeden van al het kwaad dat de dader zal begaan of heeft begaan. Ik heb dat al heel mijn leven. Ik kwam altijd op voor de zwakkeren. Wie is de zwakkere? Tot vervelens toe, want mensen vragen daar niet altijd naar. Zoals die persoon gisteren zei, moet jij mensen niet trachten te overtuigen, moet jij de wereld niet redden? En dan dacht ik inderdaad, wie moet er gered worden? Maar goed, dat zit in mij. En de reden waarom dat zo belangrijk is, ja, ik kan niet tegen discriminatie. En wat we nu vandaag zien is discriminatie ten top. Ik heb daar in mijn jeugdjaren heel veel mee te maken gehad, persoonlijk dan, met discriminatie als kind. En dat heeft er nogal ingehakt. Wat maakt dat ik dan vandaag, ja, daar zeer gevoelig voor ben. Dus
Als je het gevoel hebt van gediscrimineerd te worden, onrechtvaardig behandeld te worden, met weinig respect behandeld te worden op bepaalde momenten, dan, en je doet daar dan niks aan, en wat kan je daar ook aan doen als kind, dan kun je dat wel eens meetrekken naar in je latere leven. En ik denk dat dat een beetje mijn dingetje is. Dat is. Ja, dat gevoel van discriminatie. Ik heb het zelf meegemaakt en ik wil anderen behoeden daarvoor. En wanneer ik het zie gebeuren, dan kom ik daarvoor op. Dus ja, ik trek ten strijde, bij wijze van spreken. Ik sta inderdaad, bij wijze van spreken, op de barricades en ik ga mijn mond niet houden. Omdat dat voor mij iets is dat te belangrijk is. En wil ik Moeder Teresa zijn? Nee, absoluut niet. Blijkbaar zou ze ook niet zo heilig zijn als dat we denken. Maar goed, dat zal misschien ook weer zo'n complottheorie zijn of een of ander doemdenken. Maar nee, ik wil Moeder Teresa niet zijn. Maar ik wil wel ja, opkomen voor mijn waarden en voor andere mensen hun waarden. En ik streef dus inderdaad naar die rechtvaardigheid en die gelijkheid, het respect, de liefde. En dat klinkt misschien een beetje naïef en onnozel en misschien zelfs een stukje onvolwassen, want onrechtvaardigheid is van deze wereld. Maar dat betekent niet dat ik wezenloos moet toekijken wanneer er voor mijn ogen wordt onrecht aangedaan aan de mensen. Dus ik ga inderdaad dus nogmaals blijven strijden en ik ga dus, zoals ik zei, mezelf niet laten monddood maken. En er is niet zo heel veel dat mij gaat tegenhouden, denk ik. Ik weet niet wat mij kan tegenhouden. Ik weet het niet. We shall see. En ik wil bij deze ook nog graag eens een oproep doen naar de mensen. Als je zelf zo het gevoel hebt, ik heb het al dikwijls gezegd, maar als je het gevoel hebt dat er onrecht wordt gedaan en je voelt van binnenuit dat je daartegen wil reageren, doe dat dan ook op uw manier. Maar laat u niet monddood maken en laat u ook niet in een hoekje duwen waarvan dat je later misschien spijt gaat hebben. Ik zeg altijd, ik wil niet op mijn sterfbed liggen en zeggen, ik heb het geweten en ik heb niks gedaan of gezegd. Ik kan niet neutraal blijven in omstandigheden waar dat er onrecht wordt aangedaan. Want als we daarin neutraal blijven, dan vrees ik dat degene die daar de dupe van is, zullen de slachtoffers zijn en niet de daders. Dus het is echt wel oké om met z'n allen op te komen voor onze basisrechten en het onrecht een halt toe roepen. En ieder kan dat doen op zijn manier. We moeten niet met z'n allen op die barricades gaan staan of naar Genk of naar Brussel gaan betogen. We moeten niet allemaal podcasts opnemen en mensen hun stem laten horen, zoals ik doe. We moeten niet met z'n allen deze soort van video's opnemen, maar je kan wel bijvoorbeeld al met je naasten in gesprek gaan. En als je dan iemand hebt die zucht en zegt van, is dat nu nodig om iedereen te overtuigen en Moeder Teresa te spelen? Laat maar. Laat maar. Kijk in uw hart wat dat voor u belangrijk is en doe uw ding. Luister naar uw hart en doe uw ding. Voilà, dat wilde ik eventjes kwijt. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat zeker weten. Ik ben altijd benieuwd naar reacties. Positief of negatief is oké, zolang dat we maar respectvol blijven, nietwaar? Love you guys and girls.